Oké, jongens, we hebben net een hek. Een kapot hekje. Ik ken niet meer in. Het wordt ons echt makkelijk vanuit de laatste tijd. Die is niet open. Nou, we kunnen tenminste die loods binnen. Dat is wel iets. Zo. Ik dacht dat het een redelijk klein indie fabriekje was. Met zo'n grote loods. Waarschijnlijk wel helemaal niks in staan. Alleen dat kantoorgebouw waarschijnlijk is meestal ook het vetste. Al papieren en al. Ik moet maar klimmen. Jezus. God. We hebben geluk. Oh, dat is allemaal oude spinnerij. Ja, dat is cool. Zo, jezus. Oké, jongens, we zijn net in de loods geraakt. En naar mijn informatie was dit een oude spinnerij. Met textiel en ik weet het allemaal niet. En touwen, en geen touwen, maar om kleding te maken of iets, denk ik. Maar we gaan erachter komen. Kijk, hier ligt alweer de hassel. Dat is gewoon een shit van dat het schoon is. De bijdebol. Je maakt zo'n kleren dan, denk ik, of zo. Of misschien maakten ze het weer, om dan wat te verkopen aan mensen die er dan weer kleren van maken. Kan natuurlijk ook. Iemand moet het vanaf het begin afmaken. Een oude sportschoen. Groot zo'n lood zeg. Waarom verkopen ze het er niet gewoon? Kijk dan. En ze wij op een andere plek bouwen ze weer een nieuwe. Je kunt wel blijven bouwen. Hier kan je makkelijk iets maken. Ja, dat is een hel. Dat is een hel, maar. Zo, we mochten best wel een gat in de zetten. Ja, dan moet het renoveren. Dat kost veel geld en tijd, maar kan wel. Je hoeft niet te renoveren. Nou, alleen dat in het schoonmaken al. Je moet hebben een dak. Je ruikt er ook. Er komt zo'n beetje een giftig luchtje of zo. Maar is dit? Ah, is van een glaswol of niet? Of zoiets. Of is dit wel anders? Ik kan het niet aanraken, want als je er één keer met je vinger aan zit, dan de hele dag jeuk. Als het glaswol is. Denk het niet. Glaswol is wel zacht te spelen. Ja. Is gewoon isolatie of iets. Denk ik. Maar is dit niet zacht? Ja, ik ga het echt niet aanraken. Volgens mij is het schuim. Ja, dat is misschien ook al zachter vroeger. Dat ligt hier al jaren. Kijk, het is nog maar leeg. Dat bedrijven doen ze er altijd goed. Dat halen ze wel gewoon professioneel leeg. Nee, helemaal niet altijd. Maar wel vaak. Vooral loodsen. Dat is er alles uit. Er komt van zo'n bedrijf dat wordt meestal failliet verklaard of verkocht. Of zo'n huis is anders. Als iemand dood gaat, dan laat ze dan maar achter. Soms is dat echt niet de reden. Hè? Soms is dat niet de reden. Soms weet ik ook echt niet wat er is gebeurd. Nee, soms weet je het echt niet. Dat doet me echt denken aan onze verlaten glasfabriek. Met het zoutzuurincident. Ik is hier geen zoutzuur. Nog niet. Als het wel eens bij ik ver met de puffdak te prongelen komt nou. Dat is een simpele actie. Ik denk dat je het verkoopt als je dit weer ziet. Nee, inderdaad ja. Mega Mandy. Jezus, dat is echt mega domaan. Het is echt gigantisch. Er liggen allemaal stenen. Waarom die er dan liggen, dat snap ik ook niet. Waar is dat? Chemisch. Hè? Huh? Chemisch. Dan blijf ik al ver uit de buurt.
Weet je dat? Gewoon uit. Ik weet het nog allemaal maar kopen. Nou, ik snap dat ook nooit. Dus, neem de moeite niet eens meer doen. Hoe zit hier achter? Die rechtse muur hier, dat is heel apart. Wow. Het is echt wel geld waard, dus waarom kopen ze de laatste resten? Wow, ik heb heel veel soorten ook. Denk je niet dat het staat hier weer stil, maar... Noem het maar op. Elke kleur. Hier, hard groen. Kameel. Roodbruin. Goudgeel. Parelgrijs. Wow. Dit is dan van Brussel hier allemaal. Allemaal Brussel, dit is wel een allemaal bedrijven en zo. Dan is het ook echt een naarluchtje. Een luchtje daar ken ik van iets. Van speelgoed van vroeger of zo, ik weet niet. Dit waren gewoon allemaal samples gewoon. Interessant zat uit de kantoren. Als deze deur het niet, dan is het gewoon open. Dus. Was dit gewoon niet stiekem altijd open? Krant 2014. Papier kan zo lekker ruiken. En dit ziet er... Oeh, wel oppassen hier. Zoveel papier altijd, elke locatie, elke bedrijfslocatie. Als je iets moet meenemen, is dat je het papier wegneemt. Ja. Hoe vertrouwelijke gegevens en al. Hier, ik wou net zeggen, alle lonen van de werknemers, naam en al staat erin, maar zo gewoon, ik weet het allemaal niet. Oh ja, kut. Het is zo eng. Hij staat boven. Het is gewoon ongeboven. Maar je kunt dit dus nog een keer naar boven ergens.
Hier. Wat is dit? Wat is dit? Wat een geur. Ja, ik ga weg hier. Ik ben over mijn nek. Zo, jezus. Ja, indonderd, joh, dan is het even bij. Nou jongens, we komen net uit de... Zo, jezus. Oh. Zo. We zijn weer buiten. Ah, dat is wel een leuke locatie, niet heel speciaal of zo. Maar... Wel grappig, groot. Als ik hem een ster moet geven, dan... Zes en half. Loopt daar gewoon iemand. Nou, daar liep even iemand voorbij, maar die keek raar, maar hij dacht zero fucks given. Nou, wij zijn er weer vandoor. Tot de volgende keer.